Hallo, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Joke en ik neem je graag mee in mijn leven van alle dag. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. Veel kijkplezier! Goedemorgen, het is donderdag 24 november. Het is nog vroeg, het is buiten nog helemaal donker. Ik ben hier bij de konijntjes, want ik wil je nog even wat laten zien. Eigenlijk verwen ik ze best wel een beetje, denk ik. Want ja, konijntjes kunnen zich prima zelf warm houden in de winter. Maar het was van zondag op maandag had het zo gevroren. De containerdeksels zaten vast. En dan vind ik dat zo zielig. Dus ik heb ze een nestje gemaakt. Ik zal het je wel even laten zien. Ik had die bakken hier staan. En daar... als plasbakken, maar eigenlijk waren het onderkanten van kooien. Dus ik heb de bovenkant van de kooi er weer opgemaakt, maar de deurtjes eruit, zie? Er zit geen deurtje in. En ook hier heb ik een deurtje eruit gehaald. En daar heb ik dus een dikke berg stro in gelegd, zodat ze daar een soort van nestje in kunnen maken. Dit hebben ze nu 2 of 3 dagen, ja, vanaf maandag. Vanaf maandag dus. En ze gaan er ook zeker in. Dus morgen is het helemaal plat en helemaal, nou ja, door de war gemaakt, zeg maar. Dus dat is mooi. En nu zitten ze lekker te eten. Ik heb ze net schoongemaakt. Beetje donker, hè? Ik vind dat dus zo leuk, linker dag knabbel. Dan ga ik nu weer naar binnen. Kijken of meneer Vincent uit bed is. Om naar stage te gaan. Ja, en daar sta je dan. Ik heb even de vloer gedweild. In de keuken en in de gang. Maar ja, het was nu nat. Dus, toen bedacht ik. Laat ik maar eens even weer gaan kijken of ik ergens eitjes kan vinden. En ik kan ondertussen de vloer drogen. Als het nu kouder is, vochtiger, dan duurt het wel wat langer als midden in de zomer. Oh, mijn sleutel. Dus ga ik dat maar even doen. Het is droog. Ik ben weer eens aan het blaadjes harken. Dit stuk is weer klaar. Ik draag zoveel blad weer op. Ik heb een aangestampte kruiwagen vol. En hier dit stapeltje nog. En dan heb ik weer wat opgeharkt. Toch beter voor het gras als er even geen blad op ligt. En dan kan dit weer mooi op de groentetuin. Ik wil je nog even laten zien hoe ver ik ben met mijn haakwerk. Het ziet er heel raar uit nu. Dit is zijn kop. Een gedeelte van zijn kop. De achterlijf en voorpoten. Ja, het ziet er heel raar uit nu. Zo zit hij dan. En inmiddels ben ik begonnen aan zijn klauwtjes. Die komen aan zijn voorpoten. Het zijn 4 tenen. Elk klauwtje krijgt 3 tenen. En als ik het goed heb gezien op het patroon, moet ik nu een klauw gaan maken met 1 teen. En daar komen deze dan bij aan. Dus ik ben benieuwd hoe het eindresultaat wordt. Maar nu lijkt het een beetje vreemd. Maar het gaat vast goed komen. Goedemorgen. Het is donderdag 25 november. Ik zit achter mijn laptop om mijn maandelijkse boekhouding te doen. Tot nog toe gaat het goed. En doet de laptop precies wat ik wil. Dus dat is mooi. Even kijken hoor. Oh, zo.
Ik ga vandaag even mijn winkel een beetje opruimen. Het laatste. Want als het goed is, komt er vanmiddag iemand naar de Lego kijken. Dus dan moet het wel een klein beetje netjes zijn. Verder wil ik nog even bakken klaar gaan zetten voor de partij Lego morgen. En ik heb natuurlijk Bas en de dagelijkse dingetjes. Maar ik neem je weer mee vandaag. Zal het dan toch wat worden met mij? Alles gaat perfect. Moet nu alleen nog even het formulier inscannen en opsturen naar de gemeente. En dan ben ik alweer klaar. Oh, heerlijk. Dat het ook eens een keer goed gaat. Oh, even mijn formuliertje omdraaien. Oh. Even zien hoor. Ach, oh, niet handig die printer daar, maar ja. Niet echt een ander plekje hoor. Maar het gaat tenminste zonder gedoe. Dat is wel fijn. Toevoegen. Scannen. Hoppakee. Hey. Ik word handig met computers. Ik ga even dit stukje afmaken. En dan de was ophangen. En dan kan ik in de garage gaan opruimen. In mijn winkel. Ik ben zelfs te vroeg klaar. Mijn wasmachine is nog aan het centrifugeren. Nou ja. Geef dit. Ik ben er blij mee. Maar ik zit net eens even te denken. Morgen komt die partij Lego. Als het goed is. En dan wil ik dat gaan uitzoeken voor. Maar. Het is voor. Best wel wat kouder als hier in de keuken eigenlijk. Dus nu zit ik te denken om toch maar in de keuken te gaan uitzoeken. Misschien niet heel handig. Maar ja, in de kou zitten ook niet. Ook al heb ik de verwarming aan. Het blijft er toch wat kouder als hier in de keuken. Dus ik denk dat ik maar even ga kijken of dat een beetje handig kan hier in de keuken. En dan gaan we het hier maar uitzoeken van het weekend. En als het uitgezocht is, dan kunnen we altijd nog kijken of we het naar voren brengen en daar verder gaan. Of dat we ook hier de setjes eruit gaan zoeken. Dan moeten we nog maar even zien. Gisteren liet ik jou mijn haakwerk zien. En toen zei ik dat die kloot 3 tenen zou krijgen. Dat klopt gedeeltelijk. 3 tenen aan de voorkant, maar ook nog eentje aan de achterkant. Het was een heel gefriemel, maar de eerste is klaar. Nu de tweede nog, en dan kunnen ze eraan. Het gaat lekker vandaag. Ook alweer klaar. Mijn winkel is er klaar voor. Ik draai even om, dan kan ik het je beter laten zien. Vanmiddag zet ik uiteraard de deur open als mensen komen. De Lego-afdeling. Waarschijnlijk komen ze daar hoor. En zullen ze helemaal niet naar de rest kijken. Maar goed, het moet wel netjes zijn natuurlijk. Oké, dan loop ik even naar de andere kant. Ik moet binnen nog even een paar grote Lego setjes ophalen. Die kunnen dan daar achter de toonbank op die planken daar. En die liet ik je een poosje terug ook al zien. Die witte platen daar, die gaan daar straks ook weg. Want die zet ik even bij de weg. Dat wijst namelijk de weg waar ze heen moeten. Ik heb hier nog een lege bak. Ik heb nog wat zakjes binnen met losse onderdeeltjes. Die doe ik straks in deze bak. Zo, helemaal klaar. Ik moet toch eens even zien dat ik iets kan vinden om die grote sets in te doen, zodat ze hier kunnen blijven. Om ze niet steeds heen en weer te slepen. Ik ben bang dat ik toch iets verkeerd gedaan heb met de siërneteltjes. Want dat plantje dat laatst aan doodgaan was, heb ik een stekje van heb afgehaald. Nou ja, dit is er van over.
Niks dus. Even kijken hoor. Ja. Een bruin stokje is er van over. En die andere die er nu nog staat. Oei, oei. Ook die is niet zo fijn meer. Ik denk dat ik iets verkeerd gedaan heb. Waarschijnlijk iets te nat gehad. Ik baal er wel van hoor. Ze waren zo leuk. Nou ja. Wie weet. Volgend jaar nog maar eens proberen. Zo. Konijntjes tijd alweer. Ik was tussen de middag aan het afwassen. Kapot. Ik was een mokje aan het afwassen. En het handvat van dat mokje kwam tegen dat glas aan. Ja. En dan kon hij niet tegen. Moet niet te vaak mee doen, want zoveel glazen heb ik niet meer. Dan moet ik straks een keer nieuwe. Nou ja. Het waren gelukkig geen dure glazen. Dus die ga ik maar even in de container brengen. En dan ging ik naar de konijntjes. Dan is het haast alweer bedtijd voor ze. Goedemiddag. Het is vrijdag 26 november. Ik ben bij Raymond. We staan al bijna op het punt om weer weg te gaan. En ik ben helemaal vergeten jou binnen te laten zien. Hij zit nu niet in zijn mandje. Hij zit in zijn klimtoren. Daar is hij. Hij had even een flinke speelbui. Oh, die arme stumper. Hij heeft zo'n heel leuk muisje. Deze. Daar was hij druk mee aan het spelen. En Raymond en ik waren hem een beetje aan het overgooien. En toen kreeg hij dat staartje in zijn oogje. Toen zijn we een tijdje met zijn oogje zitten knijpen. Maar gelukkig gaat het weer goed. Mag ik je hoi zeggen? Maar goed, ik ga me aankleden en dan gaan we weg. En dan gaan we de partij Lego ophalen. Die zal ik je nog wel even laten zien later vandaag. Ik zal je nog even de Lego laten zien. Ik laat mezelf even niet zien, want ik kom net onder de douche vandaan. Nou, laten we maar met deze beginnen. Hier zitten al autootjes in. Politieautootje. Met zo'n mobiele wc. En heel veel losse Lego. Dus dat moet allemaal uitgezocht. Op kleur, beetje op onderdeel. En dan hebben we deze. Ook hier zit heel veel op losse onderdeeltjes nog in. En hier, en er zit er nog een zakkist, doos onder. Zit ook nog in. Hieronder zit nog een schoenendoos met alle onderdeeltjes. Dan is hier nog een politiebureau. En een brandweerkazerne. Die kunnen we niet zo goed zien in de doos. Er is een politiemannetje daar. Dan is er van één set is er ook nog een doos. Dus dat is helemaal super. En hier is een tasje met alle voorbeelden erin. En dit zijn dan de voorbeelden. Ik zal ze niet allemaal laten zien hoor, want dan zijn we nog een half uurtje bezig. Maar... Nou, dit is zo'n beetje voor wat kleinere kinderen. Dit is uit dezelfde serie. Als ik laatst ook had gemaakt. Nou ja, oké.
daar is die mobiele wc ook weer. Zie, hij heeft zelfs een wc-rol. Goedemorgen, het is zaterdag 27 november. Ik ben begonnen met het klaarmaken voor het Lego uitzoeken. Mijn keuken wordt Lego werkplaats. De tafel natuurlijk. Ik heb even een oude tafelkleed opgelegd. Een oude behangtafel. Daar kan ik mooi wat kisten op zetten. En die ga ik nu ophalen. Zo, ik denk dat ik er klaar voor ben. Deze tafels zijn grote kisten. Daar komen de grote kleuren in. Zoals zwart, rood, wit, grijs. Dan heb ik hier ook nog wat kleine bakjes in gezet. Deze. Daar wil ik er een paar van bijhalen, zodat in elke kist ook wat van die bakjes komen. Kunnen daar nog iets kleinere onderdeeltjes in, zodat ze wat makkelijker te vinden zijn. Daar staan twee kisten. Oeh. Nou, ja. Daar staat de stapel die uitgezocht moet. Even een ander plekje voor zoeken, want die staan niet handig, hè? En dan op de tafel staan nog allemaal bakjes. Voornamelijk kleinere bakjes. Ja. Nou, ik ben er klaar voor. Vincent komt ook zo uit bed, denk ik. En dan kunnen we uit gaan zoeken. Vincent die zoekt het eerst uit. Die zoekt het op kleur. Die haalt een paar onderdelen uit. En dan krijg ik het en dan zoek ik het verder uit, zodat ik weet wat voor onderdeeltjes er allemaal zijn. Dat is straks weer handig als ik de setjes moet uitzoeken. Dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En laat ik je in de volgende vlog zien hoe het uitzoeken is gegaan. En wie weet, al wat setjes. En ik zie je graag in de volgende vlog.